Dank u wel. En in tegenstelling tot Groep de Mos en het CDA en de met meel in de mond sprekende VVD zal ik wel echt zeggen wat wij ervan vinden. Maar ik ga beginnen bij het demonstratiebeleid rondom de Sinterklaas-intocht. Wij hadden daar vorig jaar voor gewaarschuwd dat dat niet goed zou gaan en tot verstoring van de openbare orde zou leiden. En we hadden het voorstel gedaan om geen demonstraties toe te staan. Andere 364 en een halve dag van het jaar prima, iedere plek buiten de intocht ook prima, maar even niet die paar uurtjes tussen de kinderen tijdens het feestje. Dat was toch een redelijk voorstel. Desondanks kregen de linksradicale gekken van Kick-out Zwarte Piet, een organisatie waarvoor de NCTV notabene waarschuwt, gewoon een plek langs de route om te demonstreren van de burgemeester. Tegen Zwarte Piet, tussen de kinderen, tijdens de intocht. Wat een stel droeftoeters ben je dan. Maar goed, langs de route staan was niet genoeg. Het is namelijk nooit genoeg voor dit soort figuren. Het feestje moest echt goed verziekt worden. Dus de aangewezen plek werd totaal genegeerd. En daar gingen ze met z'n allen op weg naar het einde van de intocht op het plein. Om daar het feestje eens goed te vergallen. Tegen de regels van de burgemeester. Ik zie een interruptie. Ik zag een interruptie. Ik zag mevrouw Tsegaye. Ja, voorzitter, even punt van orde. Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat een gemeenteraadslid een inspreker gek noemt. Dus zou mevrouw Gerbrands dat even in kunnen trekken? Oh, mevrouw Gerbrands, heeft u een inspreker gek genoemd? Ik heb het over de knettergekke idioten van Kick-out Zwarte Piet gehad. Dus dat neem ik niet terug, want dat vind ik. Vind ze knetterlinks en knettergek. Maar we zitten hier wel bij een openbaar publiek debat. Dus laten we hier vooral met enige respect naar elkaar omgaan. Dus laten we elkaar in ieder geval niet gaan uitschelden. Nou ja, ik dus moest ik hoop het dat nu een keer herhalen door de vraag, anders had ik het niet gedaan. Maar dus en ik hoop ook dat u in het vervolg van het betoog dat ook niet meer doet. U kunt uw betoog... Nou voorzitter, ik ga over mijn eigen woorden. En ik heb gezegd dat ik niet met meel in de mond praat, dus dat doe ik dan nee, niet. Nee, dat is ons bekend. Ik zag ook nog de heer Jelmas voor een interruptie. Ja, kleine punt van orde. Je werd linksextremistisch genoemd en ook door de NCTV genoemd. Maar de NCTV heeft dat teruggenomen, dus... Dat is overigens geen punt van orde, dat is gewoon een interruptie. Mevrouw Gerbrands. Nou, daar is een vage omschrijving van gemaakt. Het is niet helemaal teruggenomen, dus... mag ik mijn vervolg betogen of nog meer? U mag uw vervolg betogen, maar ook uw betoog vervolgen. Gaat u gaan. Ik had gezegd, meteen oppakken die gekken, de roef van de ME kunnen ze krijgen, tenminste dat zou je denken. Maar in het centrum van de stad, toen ze daar aangekomen waren, werden ze alsnog zoveel mogelijk gefaciliteerd met alle gevolgen van dien. Als Pegida een andere plek krijgt aangewezen, maar toch komt opdagen voor een moskee om te barbecuen, denk ik niet dat de burgemeester zegt, nou, de speklapjes liggen er al op, laten we het maar zoveel mogelijk faciliteren. Nee, dan worden ze ook opgepakt voor samenscholing en het negeren van aanwijzingen van de politie. Dat had hier ook moeten gebeuren. Maar dat gebeurt er niet. De burgemeester schoot weer in een politiek correcte kramp die doodsbang is om voor racist uitgemaakt te worden. Het waren uiteindelijk de omstanders die noodgedwongen zelf de orde zijn gaan handhaven. En daar hoor ik dan wel commentaar op, maar niet over het overtreden van het demonstratieverbod. Met alle gevolgen van dien voor die kinderen. Het feest draaide uit op precies die wanordelijkheden waarover de PVV heeft gewaarschuwd. En daarom doe ik hier nogmaals namens de Haagse PVV dezelfde oproep als vorig jaar. Namelijk om geen demonstraties toe te staan tijdens de intocht op de plek van de intocht. Geen demonstratieverbod, maar een beperking. Dat lijkt me toch een redelijk verzoek. Ik sla dit even over. Dan moeten we over tot de kleur van Zwarte Piet. Het mag duidelijk zijn dat wat de PVV betreft Zwarte Piet gewoon zwart blijft. Die hele racisme-discussie slaat helemaal nergens op en wordt enkel in stand gehouden door een hele kleine groep racisme-roepers en beroepsgekwetsten die constant een platform krijgen in de media. Wij zijn dan ook niet blij met het feit dat de organisatie van een volledig zwart uiterlijk overgaat naar roetvegen, want het is voor tegenstanders toch nooit genoeg. Ik citeer, waarom moet het een man zijn op een paard met knechten en hulpjes? Kan het niet een vrouw zijn of iemand in een rolstoel? Aldus een van de actievoerders van vorig jaar. Voorzitter, of het nou gaat om straatnamen, de Gouden Koets, standbeelden of om Zwarte Piet, het is nooit genoeg. Niet voor dit soort linksradicale fanaten, maar ook niet voor hun politieke bondgenoten in deze stad. We hebben straks dadelijk waarschijnlijk een transgendere zwarte vrouw op een paard met blanke hulpjes in de ketenen. En dan is het pas genoeg. Dat bewijst zij in de staatsvragen wel. Ik zag een interruptie van de heer De Boer. Ja, ik vraag me af wat daar het probleem van is. Voorzitter, moet ik hier echt antwoord op geven. Dit beschrijft nou precies het probleem.
Dit is precies het probleem van al die linkse partijen, al die linkse clubs moeilijk doen. Die maken daar het slavernijverleden van. Maar meneer de Boer van de HSP vindt het prima dat blanken als slaven van een zwarte transgendere Sinterklaas worden weergegeven. Hoe hypocriet is dat? Graag via de voorzitter. Ik zie dat de heer de Boer een vervolginterruptie wil plegen. Ja, ik vraag me af, omdat ze nu zegt dat de blanken als slaven van de zwarte Sinterklaas worden weergegeven, dat ze het er dan nu mee eens is dat de zwarte pieten nu ook als slaven van de witte Sinterklaas fungeren. Mevrouw Gerwan? Nee, voorzitter, dit is echt geweldig. Dat is precies het punt wat ik maak, dat het een kinderfeest is en ik dat niet zo zie. En dat de linkse clubs het slavernijverleden van honderden jaren geleden erbij houden. Ik zie het als een Sinterklaas, zwarte pieten gaan door de schoorsteen. Het gaat al jaren, gaat het zo. En het doel van mijn betoog, maar dat mist u weer, want u slaat weer aan op één punt, is dat het gewoon nooit genoeg is. Eerst is het moet gemengd, dan alleen roetpieten. GroenLinks wil zelfs dat er gevinkt gaat worden. Zo knettergek zijn we doorgeslagen met z'n allen. U vervolgt uw betoog. Of zie ik nog een derde laatste interruptie van de heer de Boer? Nou, meer een opmerking. En dat is dat tradities altijd veranderen. En dus het kan zijn dat het een andere kant op gaat. Mevrouw Gerbans, ik hoorde geen vraag. Nee, ik ook niet. En als ik zo eens kijk wat er in de maatschappij en niet alleen in Den Haag, maar landelijk gebeurt, dan is niet een meerderheid voor het afschaffen van Zwarte Piet. Het is een kleine club die elke keer overal maar spreektijd krijgt en dan roep je maar oh, het slavernijverleden en dan schiet iedereen in een politiek correcte kramp. Dat is wat hier gebeurt en dat vind ik heel erg kwalijk. Want ik hoor hier namelijk niemand over die twee meisjes die geboren zijn in Kameroen, die balen omdat ze op school geen Zwarte Piet mogen spelen. Daar hoor ik niemand over, want dat is allemaal niet erg. Bent u daarmee gekomen aan het einde van uw betoog? Gaat u verder? Even kijken hoor. De hele rits aan raadsvragen van al die partijen die aan de buis gekluisterd zaten om het aantal roetveegpieten te tellen vorig jaar. Het is echt te triest. Ik las zelfs vragen over het bijhouden van de percentages pieten en roetvegen. Dat heb ik net ook gezegd. Maar ik heb een aantal partijen ook horen zeggen dat de zwarte piet gewoon helemaal weg moet. En hoe druk je dan je stempel? En hoe vind je het dan het aan de maatschappij overlaten? Het is echt super treurig, voorzitter. Dus ik sluit af met de felicitaties aan GroenLinks, de PvdA, NIDA. De magie van een kinderfeest is inmiddels om zeep geholpen door clubs zoals u. Dank u wel.